Ik zou hier in principe heel graag een reactie op willen geven. Maar ik ga je natuurlijk geen reactie op geven. Daar de hele affaire, zoals die zich heeft gemanifesteerd, toch wel enigszins genuanceerder ligt dan aanvankelijk werd verondersteld, ga ik inhoudelijk niet op de zaak. Het is namelijk een uiterst precaire situatie die hier is ontstaan, waarbij meerdere partijen betrokken zijn. En derhalve de grootste voorzichtigheid in acht moet worden genomen. Daarbij is het afhankelijk van meerdere factoren die voortdurend onderhevig zijn aan in- en externe invloeden die eveneens niet op zichzelf staand zijn. Snap je? Het is uiterst complexe materie waar wij hier over spreken. Waarvan je terdege moet beseffen, realiseren, dat je het vanuit de juiste context interpreteert om het in het juiste perspectief te kunnen plaatsen. Wat een subjectieve aangelegenheid aan zich is. Snap je? Je zou het een samenloop van omstandigheden kunnen noemen. Maar het is evident, dat men in zaken deze kwestie om opheldering vraagt. Maar die ging niet even.